Hallo sappengelingetjes van Justice Pergamentus. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Hoe lang is het dan niet geleden dat wij zo'n coole Mac vlog hebben gedaan, Justin? Ja? Ja, of minstens. Nee, of hebben we het dan nog wel gedaan toen het net uitging? Minstens. Ik durf het echt niet te zeggen. Nee, ik durf het ook niet te zeggen. Ik weet niet of we er dit jaar 2019 al eentje hebben gedaan. Dat is helemaal van jou. Nee, nee, volgens mij is het wel echt een lang geleden, ja. Maar ik weet ook wel waarom dat is. Moet ik het zeggen? Ja. Milan is voor een zet. Ik had er op een gegeven moment echt heel veel moeite mee. Dat snap ik ook. Ja, vandaar. En ja, er is Milan nog hulp, die heeft hulp gekregen van de psychiater. Maar zelfs die kon er niks aan doen. Dus Milan gaat morgen naar Shutter Island. Maar, als detective, hè, Milan? Mm-hmm. Ja. Dat is echt lang geleden, ja. En het is vandaag echt een bijzondere dag. Er zit niemand op de achterbaan. Lekker rustig. Shots fire. Dan gaan we ook de volgende keer gewoon echt niet meer doen, hè. Echt niet. De volgende keer is het gewoon echt gewoon, nee, gewoon optieven. Ik denk dat dat best is. Maar optieven en zo goed niet. Dan gewoon in elkaar butsen, op de gezicht treffen en dan weer optieven. Ja. Gewoon in het algemeen, hè. Gewoon dat er niemand op de achterbaan komt. We hebben allemaal copy striken. Wow, zij kan dat nou gewoon doen, hè? Of echt niet? Ze heeft destijds toestemming gegeven. Dat mocht dus dan, maar kan dat niet. Oh, oké. Maar hebben we dat papier? Hoeft niet. Hoe kan ze dan destijds toestemming hebben gegeven? Kan je gewoon zien aan de manier van hoe zij reageert, zeg maar. Dat ze dat gewoon weet, zeg maar. En, ze zat te huilen in de hoek. Ja, maar dat heb ik eruit gered. Zij blijft van me af. Maar het is geen verkrachting als ze ademt. Weet je wat jullie je misschien afvragen? Waar was de Harry Potter marathon van 2018? Die is er niet geweest. Wat verder? Maar ik wil eigenlijk wel als we een marathon doen, eigenlijk wel een echte marathon. Anders is het geen Harry Potter marathon. Ik weet dat het hardcore is, maar dat maakt het toch ook wel weer vet, zeg maar. Dat is echt fucking hardcore, hè? Mm-hmm. Kunnen we niet beter splitsen? Maar is er dan nog wel een marathon? Wij gaan toch ook binnenkort een streammarathon. Oh, dat kunnen we hier nou ook aankondigen. Oh ja! Wajio! Dit is de grote aankondiging, zo ga ik hem ook wel noemen, grote aankondiging. Ja? Niet gewoon bitches niet meer op de bank? Dat wordt moeilijk. Grote aankondiging. En bedjes nu. Zonder bedjes op de baan. Oh ja, want die zat daar toen ook bij. Wow. Daarom is je ook nu aan het denken. Ja, inderdaad. Oh. Maar lieve jongens en meisjes. Wij gaan een streammarathon doen. Van 4 tot en met 6 september. Ja. En dan gaan we van 2 tot 12? Ja. Van 2 tot 12 gaan we streamen. En we hebben een soort van schedule gemaakt, schemaatje. Elke dag, eerste 3 uur gaan we shiny hunten. En dan, op de eerste dag gaan we de overige 7 uur gaan we 64 uitspelen. Nee, ik denk niet dat we hem helemaal kunnen uitspelen. 7 uur nu? Nee, niet de hele game. Die 100 coins duren best lang. Oké, ik denk dat het met 64 kan. Ik denk alleen maar ik denk wel dat we al best ver komen. Ja. Oké, wel, ja, sowieso. Kijk, als we die 100 coins niet meteen halen, dan halen we wel gewoon elk level, zeg maar. Ja. In deel 2, of in dag 2 gaan we weer de eerste 3 uur shiny hunten. En dan gaan we Mario Sunshine spelen voor de 7 uur daarna. En de laatste dag gaan we dus 3 uur shiny hunten en dan gaan we... Ik vind het trouwens in plaats van shiny hunten, het Pokémon Colosseum doen. Nee, wel gewoon shiny hunten. Ja, Pokémon Colosseum, shiny hunten. In Pokémon Colosseum, er komt een serie van op ons kanaal. Met dus shiny weet ik dat. Maar wat doen we nou met de Harry Potter marathon dan? Ja, dat moeten we gewoon even bedenken. Want daar zou ik natuurlijk ook over kunnen praten. Het is wel een dingetje voor december eigenlijk, hè, als het donker buiten is. Nou, dat duurt nog best lang. Maar als we op mijn nieuwe slaapkamer doen, dat kunnen we altijd helemaal doen.
Je hebt zo'n rollijp dan, weet je wel. Nou. Ja, maar daar leg je in bij. Een hele marathon is wel echt lang, hè? Waarom? Nou, ik ben alleen bereid om door twee te splitsen, maar niet in Velingsland te wezen. Nee, oké, dat is ook vier. Door twee, maar door twee splitsen is ook gewoon al heftig. Hè? Ja, dat is ook wel heftig, maar dat is wel te doen, zeg maar. Dan kan je op een normale tijdstip opstaan, zeg maar. Ja, maar als je om 1 uur gaat beginnen, dan wordt het wel laat. Ja, dat is te laat, maar gewoon je kan, als je om 10 uur 's ochtends begint, zeg maar. Dan ben je rond 10 uur klaar. Ja. Net iets eerder, denk ik. Ja. Ja, oké. Ja, ik denk dat dat misschien wel het beste is, ja. Oh, om de uitvergeet af te halen. Nee. Ik denk dat dat wel het beste is. Anders wordt het, anders ben je gewoon die dag erna, ben je ook gewoon, je moet dan echt die hele dag, ben je kwijt. Je hebt helemaal niks productiefs gedaan. Behalve appen en zo. En dan die dag erna ben je ook gewoon nog echt fucked up. Yep. Weet ik nog wel. Was het ding er niet 2 keer bij toen? Ja, hè? Eerste keer deed ik het met mijn vader en met mijn oom. Toen alleen met mijn vader. Toen alleen met jou. Toen met jou en Daisy. Toen met jou en Daisy. En toen weer alleen met jou. Oh, ja, en mijn vader dan ook, hè? Maar was de laatste keer ook zonder Daisy? Ja. Nee, toch? Oh, nee, de laatste keer was met Daisy. Die ja. Dan heb ik het. Want die ene ging toen niet door. De eerste. De eerste 2 keer was zonder jou, dan 2 keer met jou en daarna 2 keer met jou en Daisy. Ja. Oh, joh. Oh, hij viel bijna. Inderdaad, ja. Dat waren heftige tijden. Ik weet nog wel die ene keer, toen hadden we echt de hele tijd ruzie te maken en ik weet niet eens waarom het ging. En toen was het s'avonds in 1 keer goed. Ja, dat was ook echt niet leuk. Zei ook, ga naar huis! Ga dan. Well, maar niet tijdens de films, hè? Nee, maar ik weet ook echt niet eens waarom... De dag ervoor, hè? Zij was al boos, zeg maar. Ja, toen zei jij nog. Nou, ik weet nog hoe het ging. Oh, echt? Nou, vertel. Nou, ik weet niet helemaal hoe het ging, maar dat heb je maar later verteld. Oh, nice, vertel. Maar was het een beetje zo? Jij, hoe heet het? Jij was eigenlijk een beetje boos op haar. Ja. En dat was net voordat jullie mijn kant op kwamen, zeg maar. Mm-hmm. Nee, toen had jij tegen haar gezegd... Nee, toen had Daisy tegen jou gezegd van... Zullen we wel een beetje normaal doen als we bij Milan zijn? En toen stapte jij de auto uit. Toen deed jij normaal, alleen toen is zij niet meer normaal. En daar werd jij ook weer boos over, zeg maar. Van, jij vroeg aan mij of ik normaal wil doen. Doe ik normaal, doe je zelf niet normaal. Ja, En toen was het de hele avond zo, voor de Harry Potter marathon was dat. En dat ging door tot en met 4 uur 's nachts. En toen kon het allemaal weer opeens normaal. Ja. Pof. Ja, dat was wel grappig, ja. Ik was ook wel echt mad toen, jongen. Want ook omdat ze aan mij vroegen, oh, kom bij ons op de kamer slapen. Dus ik deed dat nog, maar het was niet leuk. Ik had het ook door de bed. Ja. We zijn er vanmorgen daar door je bed. Ja, door je dikke geweer. Nee, toen woog ik niet zo zwaar als nou. Nou ben ik het zwaar. Nee, zie je. We hebben daarna nog een Harry Potter marathon gedaan zonder Daisy. Nee, jawel. Dat ging niet door. Jawel, want toen was de vriendin van mijn vader er. Ja, toen dat was Daisy er niet. Dat weet ik zeker. Ik denk dat je toen... Nee, toen was het een keer tussendoor uit volgens mij. Ja. Ja, dat weet ik nog zeker. Maar toen was het al uit met haar. Heb je niet al veel lang? Is het dan niet al veel langer uit met haar? Nee. Oké, maar dan was het tussendoor uit. Want ik weet nog dat mijn vader daar een opmerking over maakte. Terwijl hij niet wist of toen het dat, op dat moment uit was. Zeg maar. We kunnen het trouwens gewoon checken op YouTube. Dan moeten we even wel checken. Waar ben ik echt heel van bij? Checken, de laatste Harry Potter was een vlog. Ja, maar daar is zij bij. Oké. Volgens mij was dat nog met, toen met die vriendin, was nog die oude. Was die oude. Ja, maar de nieuwe vriendin heb jij gezien tijdens een Harry Potter. Ja, maar dat was, heeft deze nou ook sowieso gezien. Oké. Dat moet wel. Daarom is het nou raar. Grapje, ik kijk heel erg.
Dat zijn we, ja. En dan gewoon HP marathon. Ja. Ja. Oh, dan. Huikoppen. Ja, maar ik was hier en dan ontkennen. Anders afspeellijst en dan volgt en daar gaan ze tussen. Video's. Nee, dan duurt het lang. Oké, okay. Maar we hebben echt zoveel asfaltlijsten. Ja, het is de vlogs asfaltlijst. Nog plus 30, bekijken! Oh, oké. Head in Time hebben we ook gespeeld. Layton, voetbal, Sunshine, Minecraft, soundtrack. Harry Potter, rieren. Super Mario World, oh die hebben we snel uitgespeeld dan. Ja, dat is een paar afleveringen maar ja. Waren die gewoon echt een uur dan of zo? Hier vlogs? Ja. Oh maat. Ik kijk mijn gezicht daar. Mm-hmm. Ja jongen, dat was lang geleden. What the fuck. Oké. Wow, dit was toen ik blonde haren had. Ja. Dat is echt lang geleden. Dat was toen, had je nog, toen zat je nog middenin, echt midden in de relatie. No. Dat was meer dan Harry Potter marathon vlog. Was dat de laatste ook? Of? Ja. Wat, met die thumbnail? Nee. Jawel, ik zeg het, hier. Oh nee! Nee. Wat? Dus we hebben, ik kijk hier, ja hier. 2017, ja dat was de laatste, ja dat klopt. Ja. Ja. What the fuck? Snap je niet waarom het nog met me zit? Ja. 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 Interessant. Dat was winter 2017. Nou, ik weet wel dat we echt vaak ruzie hadden, ja. Ja. Altijd als ik was. Altijd. Ja. En ook heel vaak om niks. Weet je, heel vaak kan ik me wel ergens, hoe heet het, als iemand boos is, kan ik me wel ergens in die persoon verplaatsen van waarom zou dat zijn, zeg maar. Ja. Alleen, soms had ik echt van, wat? Ja, maar het kwam niet echt vaak voordat ik echt boos was op haar. Nee, maar dat komt ook, zij had heel vaak geen recht om boos te zijn op jou. Of die vond ik dan, hè. Ja, echt een goeie jongen. Nou, dat heb je pijn, dit knip. Ja, we kunnen hier wel omheen gaan en zo, maar. Zo grappig, jongen, als je inderdaad die eerste vlog ziet. Allemaal kleine jongens, kleine jongens! Ja, dat is ook bizar. Ik ook toen misschien 60 kilo was. 2013 denk ik dat de eerste vlog was. Maar dat is echt. Dat is echt raar, ja, man. Hè? Om zelfs zo te zien. Toen hadden we de eerste vlog, toen stelden we onszelf ook nog voor. Zaten daar zo'n fucking slechte kwaliteit. Hallo, ik ben hier dan. Doe ik ook een bril? Nu ook. De bril is back. Ja, volgens mij had jij hem niet op, omdat jij nooit in je bril gezien wou worden. Nee, nou, nou heb ik er meer scheid aan. Ja, maar dat komt omdat je dan volwassenen bent en je denkt van ja, ik wil liever beter zien dan dat het uitmaakt. Zeg maar. Nee, ik vind, als ik zeg maar moe ben, mm-hmm. Je hebt geen bril op, dan zie je heel goed dat iemand moe is. Mm-hmm. Als je een bril op hebt, dan zie je dat veel minder en je lijkt slimmer. Stel, kijk, bijvoorbeeld, daar waar ik dan nou werk, dat is voor heel veel ouderen. Als ik daar dan ga staan, dan hebben ze, iedereen heeft een vooroordeel. Mm-hmm. Als je die bril op hebt, dan zie ik er veel sympathieker uit, zeg maar, veel vriendelijker. Ja. Dus ja, heb ik meer het idee dat ze dat fijner vinden. Plus, als ik moe ben in de ochtend, dan. Nice. Ja. En bij buitenbad heb ik ook altijd die zonnebril op, maar die is ook op sterkte. Ja, dus, ja mijn zonnebril is ook op sterkte. Ja. Dat is exact dezelfde bril, maar dan met zonnebril glazen. Dus ja, dat. Ja. Ik had het dan wel. Ik had gewoon mijn zonnebril op mijn gezicht en in één keer hoor ik zo plat. Dus ik schrok. Dus ik denk, er is iets tegen mijn bril aangevlogen. Dus ik zet mijn bril af en is hij gewoon kapot gesprongen. Gewoon terwijl ik gewoon zo'n. Naar het water staat op. Waterval. Nou, was hij hier gewoon kapot. Hij is weer terug. Ja. Ik had die bril nog ineens 2 weken. Oké. Okay. Zwaai terug. Moesten we door. Was het niet met de blaadjes? Oh, ik denk wel, hè.
Dus wij terug, zit er daar geen garantie op. Dus ik zo, maar dit is een fabrieksfout. Ja. Ik zo, huh? Ja. Ik zit gewoon naar het water kijken en in één keer pas mijn bril. Nou, en toen hoefde ik er uiteindelijk maar 15 euro voor te betalen, maar dan nog. Ja, dat vind ik heel raar. Ja, en dacht van, oké, dezelfde dat sprong dat stuk in mijn oog, was ik blind. Terwijl jij ook nog naar een opticien bent geweest. Ja, bij de Pearl, ja. Ja. Ik ben naar die I Love geweest en daar is wel fucking goed op. Ja, bij de Pearl, ja. Had je alles ook al op, of? Nee, alleen nog met frietjes. Ja. Ja, soms. Dan, als ik soms aan vroeger denk, dan heb je soms was de goede oude tijd, soms iets minder goede oude tijd. En ja, wat was de minder goede tijd? Want jij vond Isa echt een bitch, hè? Ja, maar dat kwam ook door Isa, maar ook. dat kwam uiteindelijk. Zij was wel het probleem, alleen jij ook. Want jij. Oh, wow. Maar, ja, dat heb je ook zelf toegezegd. Jij deed gewoon alles wat zij wou. Wow, dat was zo. Ja, dat was goed. Ik ben onschuldig en ik wil een advocaat. Oké, hebben we nog mee? Dus dat was geen leuke tijd, nee. Nee? Weet je trouwens nog dat wij gewoon, of weet je nog, maar we hebben echt gewoon een periode gehad, dat kan je ook bij de vlogs wel zien, dat we echt gewoon elke week een nieuwe vlog hadden, omdat we elke week hier naartoe gingen. Oh ja, dat deden we gewoon elke keer. Maar ook in een tijd dat we gewoon zeewier dronken. Ja, maar dat is niet zo heel lang geweest. Ik weet nog wel, toen gingen we naar de Bok, ik weet niet meer waarom het was. Was het voor je verjaardag? Dat was met Kimberly. Dat was met Kimberly, ja. Maar? Afgelopen keer met je verjaardag zijn we ook net op. Ja, toen had ik het tracteertje. Ja, dat is wel nice. Nou, dat ook alweer even geleden, hè? Nou ja, met je verjaardag, dus ja, dat is even geleden, ja. Nou, maar dan krijg ik mijn woktractatie. Dan gaan we gewoon twee keer achter elkaar naar de wok. Ja, gewoon. Ja, als jullie het nog niet weten, ik ben van 27 februari, hij van 28 februari. Dus dat is wel goed idee. De volgende keer gaan we gewoon in 27 februari en 28 februari naar de wok. Maar ik kom 27 februari bij en de 8 punten ben ik zo. Maar eigenlijk zou. Ja, slim. Maar eigenlijk wou je toch ergens anders eten? Gosse Meijner toch? Dat ja, maar die was dicht. Ja, daar baalde ik wel van. Ik had wel echt zin toen in Gosse Meijner. Oh, die was toen dicht vanwege de vakantie of vanwege verbouwing of zoiets. Ik weet niet. Ik had toen wel. Er was een reden. Oh nee, vanwege carnaval was dat. Was het daar nog een vakantie? Ja, het was vanwege de vakantie of zoiets. What the fuck. Ja, dat is echt bullshit. Carnaval van Vestas. Ja, we hebben gewoon bestaan dan. Ja. Gewoon geld, gewoon. Huh? Money! Dus die ene Lee van de Wok, die is nou heel rijk. Lee! Niet die, gewoon Lee. Okay. Lee is een broer. Okay. Gewoon Lee. Dan heb je Lee Woo en Lee Wong. En Lee Wok. En Lee Fu. Ja. Wauw, dat is goed. Moet je ook nog wat frietjes staan? Nee, ik heb geen frietjes. Dus we hebben nou eigenlijk de aankondiging gedaan. Nogmaals, marathon 4, 5 en 6 september op twitch.tv/justicepergamentus. Link staat in de beschrijving. Staat echt in de beschrijving. Denk je dat Erik gaat kijken? Nee. Die is boos. Die is toch boos? Nee, niet meer. Hij is nou weer vriendelijk. Ja. Wel echt een trouwe kijker ook, hè. Op Blitzbleden, maar die hebben we echt nooit meer gezien. Nee, Angelique ook niet meer. Echt, hè? Die heb ik nooit meer in de reacties gezien, in ieder geval. Wij, Maar ja, mijn Eredivisie voorspellen video's, die gaan echt goed, jongen. Elke keer 300 weergaven. En ook gewoon iedereen die erop reageert. Ja. Dat is wel nice. Elk jaar is het weer hetzelfde. Elk jaar wordt zeker die eerste aflevering fucking veel bekeken. En dit jaar doen er ook veel mensen mee. Meestal aan het eind van, het seizoen zijn er natuurlijk nog wel maar de helft over of zo. Omdat sommigen dan niet meer zoeken. Ja, Maar nog wel een aantal gewoon wel. Dus dat is wel vet. Ja, dat is altijd wel dik, ja. Het is nou gewoon warm. Ja, komt ook omdat die zon daar vandaan komt. Ja, kut zo. Zeg sorry, weet je, ken je die reclame nog? Sorry, Sean. Nee? Ja, ik kom er wel even Ja, dat is een heel oude reclame is dat. Ja, nog een vraagje, hè? Ja. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Dat weet ik eigenlijk niet. Vind ik lastig. Jij wel dan? Maar ik vraag het eerst aan jou. Nou ja, ik zeg wel, ik vind het lastig, ik weet het niet.
Je kan dat sowieso. Nee, dat denk ik niet. Jij wel? Ja. Ik wel. Als een legend. Grappig. Door alle reis met kip die je eet. Maar ik ken dat bijna nooit meer. Nee, niet meer. Nee, dat snap ik. Je hebt al je levensvoorraad aan rijst heb je al binnen. Je hoeft nooit meer rijst te eten. Nee, rijst is niet meer zo lekker. Nee, dat snap ik. Rijst ja. Is lijst. Nee. Lijst is lijst. Ken je nou toch die pannenkoeken en zo? Brenta. Oh, zo'n ding. Ja. Daardoor. Man, over 5 jaar? Wil je altijd een vegger blijven worden? Nou, dat zijn allemaal van die dingen die kan je niet nu bepalen, zeg maar. Dat is gewoon wat er op je pad komt. Okay, stel ik zou nou een gun hebben, die heb ik. Nee. Stel ik zou naar tegen je gezicht zetten, nee. Dat doe ik niet omdat ik naar de camera aan staat. Okay. Ja? En ik zou jou die vraag stellen. Nee. Wat zou je dan antwoorden? Dan zou ik nu gewoon ja antwoorden en als het dan niet, als het niet zo is, dan heeft niemand van de gaten. Ja. Oké. Ja, interessant. Maar of als ik nu zou denken, zou ik mijn hele leven vechel wonen? Dan denk ik dat als je het, een beetje statistieken bekijkt, zeg maar, is de kans kleiner dat je je hele leven in één plaats woont dan dat je uit een plaats verhuist, zeg maar. Oh ja, dat is zo? Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, ik weet niet, maar Patrice die had toen, die had vorige week of zo gebeld. En er staat nou zo'n huis in Zijtaart te koop. Uh-huh. Ja, maar Zijtaart, dan wil je ook gewoon nog in Veghel, zeg maar, snap je? Ik bedoel, Zijtaart vind ik niet tellen. Maar wat is daarmee? Nou, zij wou dus naar de huis gaan kijken. Ja. Die wou ze dan samen met meneer Jan, wil ze die dan eventueel gaan kopen. Oké. Okay. Dan woon ik voort aan de andere kant van Veghel. Ja. Daar gewoon Zijtaart. Nee, maar dat is nog wel heel ver weg. Ja. Maar het is op zich wel grappig. Ja. En dan, dat is er met zo'n huis, met 3 huizen in 1 of zoiets. Mm-hmm. En dan krijgt ieder gewoon zijn eigen gedeelte. Dat is wel nice. Dan zit er gewoon een deur in de muur. Absoluut. Ja. Oogballetje in de deur. Ja. Dus ja, dat lijkt me op zich wel grappig. Ja, dat is nou, ja. Grappig. Weet je wat ik, waar ik nu een beetje mee zit? Kijk, ik ga natuurlijk weer bij mijn vader wonen. En ik ben gewoon niet lang genoeg ingeschreven voor een eigen huis. Mm-hmm. Maar mijn vader wil wel graag samenwonen uiteindelijk met Ingrid. Mm-hmm. En dat wil hij in Eindhoven doen, dus bij Ingrid. Ja. Maar de kans is dus best wel aanwezig dat Dion en ik het huis van mijn vader gaan huren, zeg maar. Dus dan wordt dat mijn huis. Ja. Dat ik het ga huren en dat Dion mij betaalt, zeg maar. Oh, ja. Als Dion al eigen huis heeft, dan heb ik een huis. Gewoon waar ik al woon. Dan. Snapte? Ja, ja. Maar huur je het dan gewoon van je vader? Of? Ja, dat is wel, in ieder geval in het begin nog, als mijn zusje ook nog thuis wordt. Maar je moet altijd eventjes kijken in hoeverre dat mag, zeg maar, weet je wel. Kijk, huren mag wel, maar ik mag niet, ik denk niet dat ik zomaar de eigenaar van het huis mag worden. Ik denk dat ik dan gewoon opnieuw een hypotheek moet afsluiten en dan het huis van hem kopen. Nou, ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar in principe mag je er gratis wonen als de hypotheek, of ik weet niet hoe ver de hypotheek nog loopt. Die is bijna klaar. In principe als dat wordt betaald, dan kun je er wel. En dan gaswater leeg. Ja. Maar wat is ook nog hier voor internet? Nou, ik moet nu ook gewoon kostgeld betalen, doe ik ook bij mijn moeder. Oh ja? Mm-hmm. Ja, dat is altijd wel fucked up, ja, kostgeld. Oh. En Jaden, zit hij nog steeds in België op school? Ja, 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 maar die gaat dan dus waarschijnlijk ook weer. Dan gaat hij dus ook weer terug. Held erover. Fioretti of. Dat we dan zo'n gilet in de tuin zouden zetten. Dus dan is dat huis is in 2 jaar. Ja. Nou, en ik vind het gewoon prima. Als ik gewoon 2 eigen kamers heb of gedeeltes, dan vind ik het gewoon prima. Ja. Ja. Wel eigen keuken en eigen. Ja, er zitten 2 keukens in en 1 bijkeuken. Dus in principe kun je van die bijkeuken ook nog een keuken maken. Ja. Dus ja. Maar, het is nog wel heel ver weg, hè? Ja. Stel dat we morgen gekocht, dan is het ook al klaar. Ja. Ja, zo is het leven. Van een smokkelaar. De mooie ook. Dus, nogmaals. Marathonstream.
4, 5 en 6 september op twitch.tv/justicepackers. Swag. 3 uur Shiny Hunts. Swag. 7 uur Mario 64. 3 uur Shiny Hunts. 7 uur Mario Sunshine. 3 uur Shiny Hunts. 7 uur Mario Galaxy 2. Ja, we nog niet eens gezegd, zover zijn we nooit gekomen. Ja, inderdaad. Ja. Omdat je het zegt, ja. Zouden we? Nee, Sunshine spelen ook niet. Ja, trouwens, in 7 uur komen we wel ver, hè? Ja, ik denk dat 64 echt wel uit te spelen is in 7 uur. Ja, kijk, we kunnen sowieso die laatste boss verslaan. Ja. Ik denk dat we daar heel veel, ik denk dat we daar het verst komen. En dan denk ik, omdat we Sunshine goed kennen, dat we Sunshine ook best wel ver kunnen komen. Mm-hmm. Ik denk alleen bij Galaxy 2, omdat we die wat minder goed kennen, zeg maar, dat we daar iets minder ver komen. Ja, maar wel, maar die game als we niet bij elk level 100 sterren, ja, alle sterren meteen doen, ja, dan komen we wel al echt ver. Ja. 7 uur klinkt echt lang. Ja, maar het, ik vind het fijnst om gewoon elk level helemaal eerst te clearen en dan verder. Ja, tuurlijk, maar omdat het maar één keer doen. Ik denk wel gewoon, ja, dat we kunnen gewoon later een keer in een andere stream verder gaan, zeg maar, met de game. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Ik denk dat 7 uur echt lang is. In ieder geval niet bij Sunshine de 100 coins doen. Dus nee, oké, okay, maar ja. Nee, maar dat kan je toch voor het einde houden. Stel, je hebt na 5 uur heb je alle basic dingen gedaan, zeg maar, dan kan je die 100 coins dingen doen. Nou, dan moet je wel echt. Ja, ik denk echt dat je sneller bent dan ja? Dat je denkt. Ja, dat denk ik echt. Gewoon ben ik dan speedrunnen. Ja, ik weet nog wel, als wij dat gaan opnemen, dat we dat echt in een paar dagen gewoon opnemen. Ja, oké. Okay. En ik ben ook best wel goed, hè? Ja. Ja, eerlijk gezegd. Ja. Ik vind het echt mooi, hoor. Ik was laat. We gaan eten. En die kok, die kennen wij. Ja. Dus. Gespeed op je eten. Ja. Dus hij zei gewoon, ja, wil je wel van de kaart of wil je dat ook wel voor je maken? Dus ik zei, ja, nou, verras me. Yeah. Dus hij kwam eerst zo met 3 bakjes tapas. Yeah. Ik weet niet of ik dat vooral had staan. Nee. Nou, prima. Dus ik liet die tapas gewoon op. Yeah. Ik was er met die chick. Yeah. Zij ook, hadden ze ook broodjes met toast en zo, yeah, op tafel gelegd. Nou, die tapas op, maar ik had dus nog steeds keihard honger, want yeah, er waren dus 3 van die kleine bakjes. Dus ik begin allemaal aan die toast te vreten. Toen kwam opeens een fucking groot bord met eten. Ik had dus al die toast op, yeah, ik had die broodjes allemaal op. En toen dacht ik van nou, ja. Maar toen in één keer kwam hij dus met een bord met, even kijken, beef, chicken, garnalen, zalm, nog meer beef, maar dan andere een vleeslap, soort, ja, zeg maar. Nou, smakelijk. Dus dat was het echte eten. Oh. En zij zat dus ook wel een beetje zo vol, want ze had dus ook nog wel brood, ja, gegeten. En ik zei van, yo, ik ga er wel gewoon allemaal op eten, anders vind ik de, ja, fuck dat. Dus zij zo, ja, nou, dat is goed. Dus hij heeft van alles misschien één hapje, ja, gepakt en de rest heb ik gewoon die hard zitten opeten. Ik heb gewoon anderhalf... Buikpijn of niet? Een uur gewoon lang gewoon zo. En ik keek haar ook aan, ik zei van, ja, ik zei toen dat ik het ging opeten, want ik, ja, vind dat je dat niet kunt maken. Nee. En het was ook gewoon lekker, en toen was het klaar. Ja. Dus dat ik wel echt vol. Ja, ik denk dat ik er echt gewoon 3.000-4.000 calorieën heb zitten vreten. Ja, dat was echt. Maar toen ging echt zo'n klop al, weet je, ja, wel. Dan weet je gewoon dat je moet doen. Ja. Dan eet je gewoon door. Als je nou nog iets zou neerleggen, zeg maar, zou ik ook goed kunnen blijven eten. Dan had ik echt vol zit en dan ga ik huilen. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vind dat we het wel weer eens wat vaker moeten doen. Dat dit niet de laatste vlog van 2019 moet zijn. De enige vlog van 2019. Maar dan houden we het wel speciaal, hè? Oké, frikandel speciaal. Nee. Moet jij die servetjes bewaren of gooi je die weg? Allemaal weer papier. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de vlog. Adios, amigos.